ben Robin Piret. En ik heb een eigen filmbedrijf. Ik krijg veel met DJ's rond. Ik maak videoclips. Ik krijg zeer videoclips. Ik heb de alle festivalen die er bestaat. Wanneer is passie begonnen voor fotografie en film? Het is nooit echt begonnen ofzo. Het is meer dat ik het in de loop van de tijd een beetje ontdekte. Dat ik dat heel vet vond om te doen. Het is, ik skateboarde vroeger heel veel. En mijn ouders hadden een klein fototoestelletje en ik ontdekte dat dat ook kon filmen. Dus toen gingen we filmen en alle trucken filmen. En toen 's avonds sloot ik me op in mijn kamer en met Windows Movie Maker maakte ik mijn eerste skateboardfilm. Ja, iedereen vond het zo tof. Ik kreeg zoveel toffe feedback van familie en van vrienden. Dat ik zo zei van, hey, nou, ik vind het zelf wel leuk om te doen. En je speelt jezelf wel een beetje in de picture, weet je wel. En dat vond ik wel leuk ook, dat je die aandacht krijgt. Positieve aandacht van mensen. Rondom hetgeen wat je doet. Dat lijkt me trouwens ook heel vet om te horen. Het begrip dat mensen zeggen van, yo, dat is een Robin Piret. Dat je een soort van onsterfelijk en legendarisch wordt. Here in my town, my little town, my town, this is my... Breda is wel een goede uitvalsbasis voor jong talent binnen de industrie die ik doe. Waar ik in zit. Breda heeft niet voor niets de meeste cafés van Nederland per vierkante meter. En er komt heel veel DJ-talent uit Breda. Hardwell komt uit Breda, Chesto komt uit Breda. Dus ik kan nog wel even doorgaan. Ja, binnen de hele EDM-industrie, dus Electronic Dance Music Industrie, wordt Breda ook wel het EDM Capital of the World genoemd. Miami of Breda? Sowieso Breda. Miami is alles nep en Miami heeft een hele leuke vibe, maar meestal als ik er ben is het maar één week en het is alleen maar leuk in die ene week en daarna is het, ja, Breda heeft het, weet je wel. Breda is puur, Breda is echt, Breda is Bourgondisch, Breda is thuis, ja, Breda is het.